Ooh. Mm-hmm. Hoi, ik heb een heel bijzonder boek voor je meegenomen. Dit boek gaat namelijk over opa's. Het gaat niet gewoon over opa's. Het gaat over een jongetje die opa's verzamelt. Hij heeft namelijk alleen maar een oma. Je ziet ook al aan de illustraties op de voorkant dat er hele bijzondere opa's op staan. Ik zal een stukje voorlezen van de achterkant. Ik wilde ook graag een opa en daarom begon ik ze te verzamelen. Hier in dit huis woont mijn hele collectie. Opa Basiel was ooit dierentemmer in een circus. Opa Leopold kweekt groenten, maar eet zelf nooit sla. En heb je mijn opa Abdel al ontmoet? En nu is opa Abdel mijn favoriete opa. Moet je eens kijken wat een mooie illustratie er ook bij staat. En als je wilt weten wat opa Abdel allemaal voor gekke dingen doet, dan mag je het boek zelf gaan lezen of laten voorlezen door je juf of door je papa of mama. Of natuurlijk je opa of oma. Veel plezier! En als je wilt weten wat opa Abdel allemaal voor gekke dingen doet,